Welkom bij het verkeersverhaal van donderdag 15 januari. In Pijnakker worden nieuwe woningen gebouwd. En vanwege de bouw is de Emma-straat tussen de Van Brachtstraat en hier de Stationstraat helemaal afgesloten. Maar u kunt omrijden via de Van Brachtstraat, de Julianalaan en dan de Stationstraat. De werkzaamheden in de Emma-straat duren nog tot eind juli. In Den Haag, daar wordt al enige tijd gewerkt in de Varenheidsstraat. Het winkelgebied rond de Varenheidstraat, de Thomsonlaan en het Thomsonplein wordt opnieuw ingericht. Het riool wordt vervangen en er komt nieuwe bestrating. Extra groen en meer plekken om de fiets te stallen. Sinds begin van de maand wordt het riool in de Varenheidstraat vervangen. En na het vervangen wordt de straat opnieuw bestaat. U kunt met aangepaste snelheid langs het werk rijden. Woningen en bedrijven blijven gewoon bereikbaar. En eind maart dan moet dat werk afgerond zijn. In Poldijk wordt er van Ruivelaan opnieuw geasfalteerd. De straat is daarom helemaal afgesloten voor het verkeer. Maar u kunt omrijden via de andere zijde van de Van Ruivenlaan. De werkzaamheden daar die duren nog tot maart. Wilt u meer informatie of meedoen aan het spelletje Raad de Straat? Uh, kijk dan op onze website, dat is omroepwest.nl. Nou, dit was het. Heel graag tot morgen bij een nieuwe uitzending. Dag.